Ik ben Sarah, ik ben 29 jaar. Na 14 jaar geleden ben ik met Kivu op de foto gegaan. Dus één week was ik naar de open dag gegaan om met hem op de foto te gaan. En die foto direct die dag nog laten ontwikkelen. Toen bleek dat hij niet in de camera keek. De foto niet leuk. En toen heb ik mijn zus overgehaald om de eerstvolgende training van Ajax gewoon naar de arena te gaan. Het resultaat is deze foto en die heb ik daarna voor mijn verjaardag groot ingelijst gekregen. En sindsdien hangt hij al in mijn kamer eigenlijk. Ik ga er niet vanuit dat hij mij nog herkent. Maar ik ben gewoon ontzettend blij dat ik hem kan zien. Ik ben Menno van Beek. 22 jaar geleden stond ik op de foto met Stefan Pettersson. De foto die genomen is, dat is tijdens een training geweest. Ik ging in schoolvakanties, ging nog wel eens gewoon een training bezoeken. De foto. Ja. Pettersson was, was mijn idool. Het was niet de meest spectaculaire spits, maar ja, zo'n harde werker en een bescheiden persoon. Maakte wel dat het hele Ajax veel dreigender was dan alleen die ene spits die dreigend is. Dat vond ik schitterend. Ik ben Wouter, ik ben 27 jaar. Ik ben Carlijn. 14 jaar geleden zijn wij op de foto geweest met Richard Pitsen. Toen zijn we op een gegeven moment erin gegaan en toen zagen we van een groot bordje volgende tour. En toen dachten we, er stond een prijs bij en toen dachten we... Dat vonden we een beetje duur. Dat vonden we duur. En toen zagen we de deur openstaan en toen met een roltrap erachter en die zijn we toen opgegaan. Maar we zijn heel langzaam begonnen. Hè. We zijn eerst daar begonnen met het kunstgras voelen. Toen zijn we hier gaan voelen aan het echte gras. En hebben we ook nog even gauw een foto gemaakt. Toen zijn we naar de middenstip gerend. Want nou, laten we er gewoon voor gaan. We rennen gewoon naar de middenstip. Toen zijn we dus uiteindelijk de trap op gegaan en dan weer trap af. En zo kwamen we uiteindelijk bij het trainingsveld waar de Zwitser op dat moment een trainer was. Ja. En zo zijn we eigenlijk bij Zwitser terechtgekomen. Dus dat was eigenlijk een... Wat een mazzel. Maar misschien ook wel een beetje slecht karma dat we uiteindelijk dus maar met een mislukte foto opgeschreven zijn. Ja. Hadden we maar betaald voor die rondleiding. To Sarah, my biggest fan in the whole world. All my happy thoughts, Christian Kivu. Fantastisch. Ik voel me een klein kind weer, zo blij. Dus hij heeft er meerdere genomen, dus het moet goed gegaan zijn, denk ik. Het klepje was in ieder geval wel opzij. Dus, ja. Dit is een dag om niet te vergeten.